Dames en heren, de vuurdoon. Iedereen zou stiekem eigenlijk wel een instrument willen bespelen, toch? En eigenlijk dan ook nog het instrument wat je nog niet bespeelt. Vandaag hebben we iemand die wil piano leren spelen. Ja? Wauw! We hebben iemand die piano wil leren spelen, Erik Dieters. Kom even bij. Erik, hoe gaat het? Waarom precies piano? Ik heb het al een hele tijd dat ik het wil. En dan kan ik het nu eindelijk waarmaken. Ik ben een van de laatste vier. Oké, dus eigenlijk aspirant meester pianist Erik Dieters staat hier naast mij. Ja, denk ik wel. Oké, maar wie gaat het jou dan leren? Dat is zij. Antoinette Visser, kom even bij. Applaudisseer maar, lieve mensen. Hallo. Hallo. Wat is er nou precies moeilijk aan de piano? Volgens mij is het echt alleen maar gewoon op een knopje drukken en dan komt het wel geluid, toch? Dat klopt. Maar als je de muziek wil maken, dan moet je wel wegwezen. Weten in die 88 toetsen. 88 toetsen zijn er. Ben jij klaar voor die 88 toetsen? Jazeker. Hoe goed ben jij al? Niet. Helemaal niet? Nee, niks. Lieve mensen, willen wij horen wat Erik al kan op piano, of niet? Ja! Wij moeten weten wat zijn niveau is. Kom, we gaan even zitten. Oké, hoe voelt dit nou? Is het de eerste keer op de piano? Ja. Voelt het eng of voelt het lekker? Ik ben wel benieuwd. Voelt lekker. Dames en heren, één applaus voor aspirant meester pianist Erik Dieters. Oh, wat gaat hier gebeuren? Ik zou zeggen succes, ja, docent. We gaan er een spannend moment van maken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Jij gaat een uurtje oefenen en dan op het laatst ga jij jammen met z'n allen. Hè? Met alle muzikanten die hier staan. Al deze mensen hebben hier waarschijnlijk al duizenden oefenuren achter de rug. En jij hebt er eentje zo meteen. Ik ben heel benieuwd. Kun je er wat van maken? Ik ga nu gewoon eerlijk tegen jou zijn en zeg dan ren alsjeblieft naar de oefenkamer. Oké? Dankjewel. Let's go!